Welkom bij de 3.2 Biocast en die heet Ogen. Daar gaan we dus naar kijken, naar je ogen. Hier zie je je oog van de buitenkant en je ziet erachter hoe je oog beschermd wordt. Door je wenkbrauwen, die zorgen dat er geen stof in je ogen komt. Je wimpers, die datzelfde doen. En je ziet de traanklier, die traanvocht maakt, wat zorgt dat je oog niet uitdroogt. En dat er dat traanvocht kan weer worden afgevoerd door de traanbuis naar de neusholte. Je ziet de pupil zitten, of eigenlijk niet, want de pupil is gewoon een gaatje waar je doorheen kijkt. En je ziet de iris die je oog kleur geeft. Je oog zit ook nog beschermd in de oogkas. Je ziet de spiertjes waarmee je je oog kunt bewegen. We gaan een tekening maken. Een tekening van het oog. En het beste maak je de tekening net zo vaak tot je hem uit je hoofd na kunt tekenen zonder het filmpje te bekijken. Deze laag is het harde oogvlies, de buitenste laag van je oog. Daarbinnenin zit het vaatvlies. Het vaatvlies, daarin zitten de bloedvaten die zuurstof en voedingsstoffen naar je oog brengen. Daarbinnenin zit het eigenlijke zintuig, het netvlies. Het zintuig dat de prikkel, het licht, omzet in een impuls. Het harde oogvlies gaat aan de voorkant door en is daardoor zichtig. En dat gedeelte heet het horenvlies. Het vaatvlies loopt ook door. En dat gedeelte is de iris. Dus dat geeft de kleur aan je oog. Je ziet daar de pupil zitten. En je kunt nu goed zien dat het gewoon een gat is in de iris. En omdat het donker is in je oog, ziet hij er zwart uit. Hier is de lens erbij gekomen. Die lens zorgt ervoor dat er een scherp beeld op het netvlies geprojecteerd kan worden. Dan dat zwarte zijn de oogspieren die je oog kunnen bewegen. Dan heb je nog de oogzenuw, waardoor de impuls die in het netvlies ontstaan is naar de hersenen gaat. Recht achter de lens en de pupil, daar zit een gele vlek. Licht wat daarop valt, kun je het beste zien. Licht wat op die plek valt, waar de oogzenuw zit, kun je niet zien. Op die plek zitten namelijk geen zintuigcellen. En om je oog op te vullen is er het glasachtig lichaam, een gelachtige structuur die ervoor zorgt dat je oog open blijft en niet in elkaar klapt. Dat was de tekening van het oog. Hier zie je een tekening die er wel een beetje op lijkt. Alleen staat het oog net de andere kant op. Lukt het je nog steeds om alle onderdelen te vinden? Probeer het maar eens. En hier dan, want deze tekening is weer ietsjes anders. Je ziet de drie lagen rechtsbovenin eigenlijk een beetje weer dichtgeklapt zitten. Je kunt herkennen het netvlies, het vaatvlies en het harde oogvlies. Het gekke is dat het beeld wat je ziet in het klein en op zijn kop geprojecteerd wordt op je netvlies. Dat je het toch andersom ziet, is te danken aan je hersenen, die dat beeld omdraaien. Dit gebeurt er als je in een ruimte bent waar het licht is. De spieren in je iris zorgen ervoor dat de pupil klein is, dat er niet te veel licht in je oog valt. Maar als het donker is, dan is je pupil juist heel groot. Dat ga je straks ook uitzoeken. Hoe komt het nou dat je scherp kunt zien? Daarvoor zorgt het rode gedeelte en de zwarte bandjes die aan de lens zitten. Dus een kringspier en lensbandjes die ervoor zorgen dat je de lens van vorm kunt veranderen. Normaal gesproken wil die bol zijn, maar als je in de verte kijkt, maak je hem plat. Omgekeerd, als je dichtbij kijkt, trek je de kringspier aan en wordt de lens dus bol. Je kunt het zien aan die zwarte lensbandjes in het plaatje in het midden, die helemaal losstaan. Dan kijk je naar iets wat dichtbij is. Hier kijk je naar iets wat in de verte is. Als het dus dichterbij komt, dan valt het beeld achter het netvlies en dan kun je het niet scherp zien. Dus verandert de lens van vorm en daarmee zie je het weer scherp. Weer hetzelfde beeld met iemand met een normale vorm oog. Maar als je kijkt, er zijn soms ook ogen die te lang zijn. Als je oogbol te lang is,
dan wordt het beeld voor je netvlies geprojecteerd. En dan zie je dus niet scherp. En daar is wat op gevonden. En dat is een lens met holle glazen. Een minbril. En daarmee verbuig je dus de lichtstralen, die breken iets anders. En daardoor komen ze toch op de juiste plek op het netvlies terecht. Andersom kan natuurlijk ook dat je oogbol iets te kort is. En dan heb je uiteraard een plusbril. Dus een bril met bolle glazen. Die ervoor zorgt dat de lichtstralen iets sterker gebogen worden. En dan komen ze toch weer op de goede plek terecht. Overdag kun je kleuren zien en 's avonds niet. En dat heeft te maken met twee soorten zintuigcellen die je in je ogen hebt. Staafjes en kegeltjes. Overdag gebruik je vooral je kegeltjes. Die hebben veel licht nodig, maar je kunt daar wel kleuren mee zien. En 's nachts? Dan gebruik je vooral je staafjes. Daarmee kun je geen kleuren zien, maar ze hebben ook niet zoveel licht nodig om hun werk te doen. En dat was de 3.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.